Alles goed, Zerofax. Hoe is het met jou? Alhamdulillah, broer. Maar ik heb net een video met jou, broer. Alhamdulillah, gaat goed. Alaikum salam. Ik zag net die video van die neger. Dat was een Oh, van die neger, oké. Dat is erg. Hij is sowieso krokkeerd, man. Ja, man. Hij is gek, man. Hij is helemaal lijp. Ja, man, hij denkt gekke dingen, man. Ene dag zegt hij dat hij moslim is, de andere dag zegt hij dat hij jood is. Hij was laatst bij gele hesjes zelfs, hè. Ja. Wat ga je doen? Wat ik ga doen? Wat ga jij doen met die gele hesjes? Oh, gewoon, hij ging onzin praten dat hij met Rutte wilde zien en dat Marokkanen en Turken meer rechten zou hebben dan hem, terwijl hij zogezegd tuig van eigen bodem zou zijn, dat soort dingen. Kijk, weet je wat het is? Ik zeg jou de waarheid. Die ex van hem had contact met mij opgenomen en die heeft alles over hem verteld. Hij heeft een beetje trauma's en zo meegemaakt, zeg maar. Hè? Hij was zogezegd bekeerd, zeg maar, voor zo'n Turkse vrouw. En die wilde vervolgens niet met hem trouwen of zo. En zo werd hij op een gegeven moment werd hij gek, zeg maar. Hij dacht dat hij Jezus was en dat hij Mozes was en zo. Heel vaag. Ja, dat zou ook kunnen. Het kan van alles zijn. Dat is toch niet normaal, man, hoe die flipt en bezig is. Hij heeft nog Koran gelezen, man. Ja, de vertaling, maar hij kent geen Arabisch. Hij kent niet echt Arabisch. Hij heeft wel een beetje oppervlakkig de Koran en de Bijbel een beetje gelezen, maar echt de diepe kennis heeft hij niet. Nee, hoe ben je met hem in contact gekomen? Hoor? Ja, gewoon op Facebook, broeder. Op Facebook, je weet toch, die groepen zoals Multiculturele Bijeen, waar jij ook zit waarschijnlijk. Laatst zag ik jou daarin. Dus ja, dan op een gegeven moment gaan ze live komen en dan zo zie je maar elkaar. Wauw, man. Ja, man. Echt shit. Ja, man, de gekste de mensen kom je tegen, man. Echt een rare gang van zaken. Maar hoe is het met jou? Goed? Ja, maar goed. Mashallah. Waar ging jouw laatste filmpje over? Over Hats of zo? Ik heb dat niet echt bekeken, ja, maar... Ik wil vaker uploaden, weet je. Ik bedoel, okay. Het is gewoon de smaak weer te pakken krijgen. Mashallah. Ja, toch, daarom. Je bent op zich goed bezig, broeder. Je bent een van de weinige Iraanse broeders. Je weet toch, Persische broeders die een beetje over islam en zo praten en vlog. Dat is goed, broeder. Mashallah. Niemand doet dat mee, man. In Iran is helemaal... Ik ken geen enkele... Ja, man. Ik ken geen enkele Iraniër die moslim... Klopt. In Nederland bijna niet. Bij Afghanen heb je ook minder, ja. Dat is jammer. Ja, Afghanen ook, man. Afghanen, Iran, zijn zelfs. Ja, man. Die zijn echt... Sommigen zijn erg verwesterd en zo. Maar mogen Allah ze leiden. Wij doen wat we kunnen, inshallah. Maar je hebt een aparte manier, man. Je doet een beetje muziek, een beetje in de auto, een beetje wel sturen, special effects en zo. Ja, maar daar houden de jongeren van. Je hebt best wel veel views en zo. Dat werkt goed, blijkbaar. Mashallah. Ja, oké, maar heb je die shit van die ding gezien? Van het stukje van Younes. Hij heeft een website gemaakt of zo. Hè? Ja, Miami en zo. Hij is een beetje raar bezig. Hij wil gewoon een beetje geld verdienen. Je weet wel, met Google AdSense een beetje views en zo pakken. Sensatie. Ja, maar ik weet niet of het gaat werken, man. Die website ding. Ik weet het niet. En wat denk jij? Ja, hij probeert wel een beetje, je weet toch, de eerste paar dagen had hij wel een beetje 10.000 bezoekers. Ik heb een beetje geholpen ook, want ik dacht van hij wordt misschien een betere moslim, een betere mens. Maar ik zie dat hij alleen maar over andere moslims in negatieve zin praat. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Ja, maar ja, uiteindelijk is dat wel de concept, hè, van wat hij doet, toch? Ja, zoals geen stijl een beetje roddelen en zo, ja. Dat is wel jammer, maar ja. Blijf dat. Ik heb dat over jou gezegd, toch? Ja, man, maar hij is, aan de ene kant belt hij mij, vraagt hij advies en zo. Ik geef hem advies, maar aan de andere kant gaat hij ook een dolk, zeg maar, achter jou steken. Hij is een beetje verraderlijk. Maar hij had ook laatst toegegeven, hij heeft een beetje contact ook met een soort van informant in het verleden. Ik weet niet of hij dat nog steeds doet. Maar hij is vaag, hij is ook opgepakt laatst, toch? 7 weken vastgezeten. Ja, ik kwam er gekke dingen mee gemaakt. Ik kwam ook een paar mensen aan me toe die zeiden tegen mij van ja, wil je betalen om hem te pakken, dit, dat. Dus ik heb het niet gedaan, maar dat vind ik echt heel slecht. In de andere ook zelf, iemand komt naar jou toe en die zegt ja, klopt. Snap je? Dus ik heb het gewoon helemaal gelaten. Ja. Maar die website maakt eigenlijk gewoon een soort profiel van alle moslims of zo.
Ja, hij pakt gewoon een beetje bekende personen aan, die Al-Khattab en een paar andere personen, waarvan hij weet dat dat hem bezoekers en zo zal opleveren, zeg maar. Ik weet niet wat hij precies wil bereiken, maar het is gewoon, iedereen gebruikt verschillende manieren om een bepaalde statement te maken, een bepaalde boodschap. Maar zijn sociale media accounts worden ook vaak geblokkeerd en zo, dus hij denkt van dat die website langer in stand zal blijven, zeg maar. Ja, maar je kan toch niet zo. Hij maakt dus gewoon een fucking een ding, een database Ja. met moslims waar hij wat over te zeggen heeft uiteindelijk toch? Ja, voornamelijk moslims, zogenaamde blacklist, dat deed hij ook op YouTube en ook op Snapchat en Instagram en... Waarom sta jij er dan op, bro? Wat is dit? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. De ene keer is het de andere keer aanbidt hij zo wat, wat? Ja, hij is onzin, maar hij vertelt onzin over mij, maar weet je wat het is? Aan de ene kant, mensen die mij kennen, die weten dat het meeste wat hij over mij zegt, klopt niet, zeg maar. Maar aan de andere kant, hij probeert via mij ook een beetje, je weet toch, een beetje centjes en fame te verdienen, een beetje aandacht en zo, snap je? Ik heb hem vaak geadviseerd, als je ziet op mijn YouTube-kanaal, ik heb vaak filmpjes over hem opgenomen, omdat hij over mij had gesproken op Snapchat en zo. Ja, ik had het gezien, Ja, afgelopen jaar. je had hem exposed of zo op Ja, ik ben niet zozeer van exposen, hoewel hij dat wel doet bij andere moslims, maar gewoon ik had algemeen advies gegeven dat Snapchat een beetje gevaarlijk is, fitna, je weet toch, kleine meisjes en zo, en dat men in zina kan vervallen en zo, dat hij... YouTube.